kijken. Ja. En ook hier kunnen we natuurlijk niet zo heel veel van zeggen. Jullie doen wel keurig binnen de lijntjes. Deze plekken. Kijk even wat moeilijk Erik om in die eerste meters eventjes de hakken erin te zetten. Heb jij heel goed gezien. Dan kunnen we wel van de voorbeelden dus hier ook. En ook hier gebeurt dat ietsje droog de bovenkant van de baan. Oh, wel, hoor. Maar dan ging die Allison zo heerlijk van start, maar rond de 40 meter. Mooi, we denken dat we niet meer horen. En het uitlaten. We draaien het allemaal verder. We doen het mooi. We gaan het doen. De blauwe belt hier. En waar? Aan de linkerkant van Barros. En voor één motor kapot. Waar we ook de blauwe belt af hebben. Thuis, wedstrijd. Ook zo ongeveer. Van dit team heel andere verwachtingen. Maar dik en dik en dik kapot. Aan deze kant net geen van Poel, maar 98,63 als een tijd van de afstand voor de Verenigde Staten. Met deze Allison een vliegtuig gekomen gedaan. Een heel speciaal. Dankjewel.
En we aan de rechtermotor. En wij zijn duidelijk te zien in de vlammenspel waar we naast gaan. Hele dikke kanen. Nou, ja, dat staat hier een grote muurbaljong. Nee. Als het goed kreeg waar de vlammen vandaan kwamen, zou er nog hoop kunnen zijn dat het eigenlijk een uitlaatpakking is die er tussenuit ligt. Ja. Het is een bord zeg maar, van voor tot achter open. En dan alles zuiden zou nog. Ja, toch wel. Ja. Ik had nog hoop omdat die vlammen eigenlijk zo'n beetje bij de uitlaten vandaan verschillen. Terwijl we natuurlijk niet aan het overvliegen met dit van Veldhuizen. Met die superpower minimumbalen. Ja, dat heeft belangrijk natuurlijk. Ja, nou ja. Het verhaal. Het is zoals de number Wout Schipper in de stuur zeggen, oh my dear. Erik, jij staat er kort op. Ik ga nu een keer over de eerste weg. Maar de ontstekingsverlenging
Dus ik ga het luiden om het niet helemaal naar de achtergrond te brengen. Ik had nog zo hoog in Sierstops, die show zou ik hebben. Ja, het is niet echt een show waar wij van hoop. Ik zeg het voor een onstuimige middag hier, Erik.
zo is dat. En dat is mijn oordeel, en daar zult u mee niet doen, hè? Zoals ze maar zeggen. Zo, hier Frans. Over Dafje, een lekkere lopen. Kijken we naar Jacques Stijn en kijken we naar Rocket Science. Ik heb niet van het paard van vorig jaar was hier, alleen in 5-2. En nu hebben we dus van Holland, een Russian invader, een trench match op Peterbol. En hebben we Herman Staal, top de bal weer gepakt. En het valt eventjes heel lekker. En dan stopt hij ermee. En onze hek is het hoofd dat hij met data heeft voor de eerste rijverzeker gemaakt. Met een andere machine verder. Maak een applaus voor de zijkant. Ja. Een droom van de vriend gemaakt. Kijken we of we ook sneller de toekomst kunnen maken. Ik pak je op. Jeffy, je was er hard aan, jongen.
Blauwe de blauwe is
Steens, die zorgen ervoor dat hij nog op de motor blijft liggen. Alle bouten zijn eruit. En deze kant is dan natuurlijk ook weer helemaal los. Hoogtoerenbal. Iedereen kan ook zo met de verzekeringsmaatschappij gaan werken. Die ook treft voor mij en dat is... Ja, ja. Zo slecht wil ik niet zijn, maar... Dat is goed gezien, eerlijk inderdaad, ik denk, om te herhalen, je hebt hem natuurlijk al gehad, denk ik. Dat is niet knap, maar dat kan wel een keertje. Ja. Ja. Nee, jij ook een stopkamer voor lang die bos. Je wil even achter de kant van je. Zo, naar het eind. Met No Illusion. Ja, ik kom even kijken. Kom eens even kijken. Met No Illusion was er een kransafleiding geschud.
Waar je alleen maar respectvol over zegt. Hier staat zo'n machine die in de Olympics zijn ei kwijt zou moeten kunnen. Oftewel, dames en heren, de proeftrap in de Olympics. Wil Veldhuis op zijn verbonden. Maar komen ze even los, pakken ze een keer het grip. Dan kun je ze alleen maar nazwaaien. Ja, Oh.
laten we het even heel reëel zijn, gaat in. Die misschien wel het minst last heeft van de omstandigheden. Ja, dan vragen we hij ons straks ook een beetje weer zo natuurlijk. Nachtstelling, dankjewel.
dat ziet er heel goed uit inderdaad aan jouw kant zometeen voor die finale. Maar hier om het verhaal even af te maken, deze hier natuurlijk ook. Klopt. Precies, en die verbinding die ligt eraf. Als je hem tegenkomt, is hij net zo hard natuurlijk. Dat is namelijk net zo vooral. Op de linkermotorbus. Ja, de onderste turbo die.
in de eerste run. En de slordig gaat thuis de PK aan de ketting. Here we go! En het was Koning Keizer! Achteruit durven die te zeggen!